En wat is dan voor jou de connectie tussen die opvoeding en uiteindelijk drugshandel? Nou, ik kwam in Nederland met 12 jaar. En ik belandde gelijk in een reeks van mishandeling. Dus ik werd... er is een strijkijzer op mijn benen gezet, letterlijk. Ik werd 5 minuten onder de koude kraan, 5 minuten onder de hete kraan gezet. Ik werd gewoon wakker gemaakt om 4:30 in de nacht. En ik moest gewoon op mijn blote voeten, in mijn pyjama, moest ik gewoon op het balkon gaan staan in de sneeuw. Ik kwam in Nederland in november, dus december was sneeuw. En ja, dus ik belandde gelijk, bam, gelijk in mishandeling. En ik had 2 lange staarten, 2 pijpenkrullen, net Shirley Temple. En die is gewoon afgesneden met een aardappelschilmesje. En ja, en dan vervolgens dan wil je wil ontsnappen uit waar je in zit. En helemaal geen contact meer met de mensen die me hebben opgevoed. Dus het was gewoon op de vliegtuig, hier komen en niet meer achterom kijken. En daar nog bij heb ik bijna 9 uur op Schiphol, na mijn vlucht, nog op Schiphol gezeten, op mijn koffer, zitten wachten op iemand die ik niet ken, die ik niet weet wie mij moet ophalen. Want die mevrouw, die heeft me dus ook op Schiphol achtergelaten. 12 jaar, hè? 12 jaar. En daar zat ik dan. En ja, en dan op een gegeven moment, dan kom ik dus bij mijn moeder thuis. En dan die mishandelingen, een en al achter elkaar. En dan gaat er alleen maar 1 ding door mijn hoofd van: hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Hoe ga ik mezelf hieruit redden? En ja, er werd ook seks gedaan met familieleden voor mijn neus. Dus ja, het was in een prostitutieomgeving, was het, hè? Nou, nee. De ex-man van mijn moeder deed het met mijn zus. Dus daar was ik dus zeg maar getuige van. En op een gegeven moment, ja, mijn zus die verliet het huis, het gezin. En ik zat alleen maar achter. En met andere broertjes en zusjes, maar niet van mijn kant. Want ja, ik wist niet eens meer wie mijn vader was op dat moment. Dus ik weet nu pas net dat dit mijn moeder is. Maar ja, dan wie is mijn vader? Dat wist ik niet. En ja, mijn zus die ging weg en ik bleef achter. En ik was gewoon de eerstvolgende in mijn beleving die, zeg maar, gepakt zou worden.